Stan Godrie is een van de sporters die topsport combineert met een studie aan het Johan Cruijff College. Ik doe medewerker marketing en communicatie en daarbij ook nog evenementenorganisatie op het Johan Cruijff College. De goede resultaten van de veldrijder van het Rabo Offroad Team, zowel op de fiets als op school, zijn opgevallen. Daarom is Stan gekozen tot student van het jaar. De winnaar van het jaar 2012 is geworden Stan Godrie. Stan kan het fietsen goed met zijn opleiding combineren, omdat het Johan Cruijff College hem goed helpt. Ja, je wordt geholpen door dat je eerder bijvoorbeeld van school weg mag, als alles bijloopt. En dat je toch je normale training kan doen en daarnaast thuis bijvoorbeeld doorwerken aan je schoolactiviteiten. En de winnaar, Stan. Op een speciale Wall of Fame is de naam van Stan vereeuwigd. Harold Knebel vindt Godrie een goed voorbeeld van het tijd voor talentplan van de Rabo-ploeg. Nou, dat denk ik wel. Ik denk dat we zijn een aantal jaar geleden begonnen met de opleiding heel anders in te richten. En kansen te geven voor talenten, maar ook te kijken hoe ze nog verder konden groeien bij een overstap naar de profs. En ik denk als je tijdens je opleidingstraject als wielrenner ook nog ruimte ziet om te studeren, dat dat enerzijds goed is voor je persoonlijke ontwikkeling, maar tegelijkertijd ook aangeeft dat er als je de overstap maakt nog heel veel rek in zit. Ik denk ook dat je beter wordt als sporter, als je je beter kan uitdrukken, dat je beter bent opgeleid. Want ja, het gaat nu niet meer om de wil opleggen vanuit de baas, want dit moet er gebeuren. Nee, het gaat om het samenspel tussen de sporter en zijn infrastructuur. En hoe beter dat functioneert, hoe beter de prestaties zijn. Stan bereidt zich met zijn studie heel bewust voor op een maatschappelijke carrière na zijn wielercarrière. Het lijkt me toch wel heel mooi om na mijn carrière ook nog iets zinvols te doen, inderdaad. Stan Godrie laat het zien, de Rabo wielerploeg heeft tijd voor talent.